De eiwitten in ons lichaam die uit ons DNA worden gevormd, zijn verantwoordelijk voor de opname, distributie, het metabolisme en de uitscheiding van medicijnen. Omdat we allemaal onze eigen variaties in onze genen hebben, zijn we allemaal genetisch een beetje anders. Dit maakt dat we allemaal op een andere manier kunnen reageren op medicijnen. Cytochroom P450-enzymen vormen een grote familie van enzymen die vooral in de lever voorkomen en betrokken zijn bij het metabolisme van ongeveer 60% van de geneesmiddelen, waaronder beta-blokkers en antidepressiva. Ons lichaam beschikt over veel verschillende typen cytochroom P450-enzymen, ook wel CYP-enzymen genoemd. Maar welke invloed hebben ze op het aantal bijwerkingen die je ervaart? Stel je voor dat ons lichaam een fabriek is. De CYP-enzymen zijn daar dan kleine machines die helpen bij het omzetten en elimineren van verschillende stoffen, vooral medicijnen. Ze werken in onze lever en andere delen van het lichaam. Medicijnen komen ons lichaam binnen en nadat ze hun werking hebben uitgeoefend, moeten ze worden geëlimineerd. CYP-enzymen breken medicijnen af tot minder giftige stoffen die gemakkelijker door het lichaam kunnen worden uitgescheiden. Elk individu heeft enigszins verschillende versies van deze enzymen. Sommige mensen hebben supersnelle machines die medicijnen heel snel verwijderen. Het is mogelijk dat een normale dosis van een medicijn dan niet voldoende is, omdat het lichaam het medicijn te snel omzet, terwijl andere mensen hele trage machines hebben. Als je langzame CYP-enzymen hebt, kan een normale dosis te sterk voor je zijn, omdat jouw lichaam meer tijd nodig heeft om het om te zetten. Het kan leiden tot geneesmiddeltoxiciteit en bijwerkingen als gevolg van de ophoping van geneesmiddel in jouw lichaam. CYP-enzymen zijn niet de enige genen die het metabolisme van medicijnen beïnvloeden. Bekijk ook alle andere genen die deel uitmaken van onze farmacogenetische test. We hopen dat deze video heeft geholpen en we horen graag van je als je vragen hebt.